Werner. Ik trouwens ook. Ik ben Werner Budding. Ik ga jullie meenemen deze week. Onder andere naar een Ferrari F12 TDF. De auto van Thijs Timmermans. Ik ga Thijs Timmermans interviewen. Dat is een plat gezegd autohandelaar. Maar dan wel eentje van het betere soort, zeg maar. En hij schijnt, dat gaan we hem vragen, ook de meest succesvolle Mercedes AMG verkoper te zijn van Europa. Reden genoeg voor een gesprek. Kijken of die in die TDF kunnen rijden. TDF, jullie weten, Tour de France. Ik ben benieuwd of hij weet waar die naam werkelijk vandaan komt. Uiteraard de Tour de France, niet de wielerwedstrijd, maar de racewedstrijd, de autoracewedstrijd, de meerdaagse wedstrijd. En die werd ooit gewonnen in de jaren 50 door Ferrari met een 250 Berlinetta. En dus hebben ze die naam weer van stal gehad. En dan moet ik wel zeggen dat Ferrari is wel meester in het bedenken van rare namen. La Ferrari, Enzo Ferrari. Ik snap het allemaal wel, maar pikt dan die echte TDF. TDF. Er kan ook een cassettebandje zijn, weet je niet? Het is... Piepje hoorden jullie. Ik zit in een Jaguar XE. Dat is een fijne kar. Een beetje BMW 3-serie, Mercedes C-klasse, Alfa Giulia. Bevindt zich zeg maar in dat veld. Ik ga later de auto eventjes goed laten zien. Maar een opvallend lekkere auto. Diesel, automaat. Meer heb je niet nodig. Dat is lekker, hè? 4x4 kwadraat en dan ook gewoon 2. En nog veel meer lekker spul. Het is een grote snoepwinkel hier met Thijs. Lekker, 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 lekker in het mat. Keramisch, zwarte wielen. De uitvoering zoals je hem moet hebben. Kortom. 780 pk, jongens. Kijk even. Wat een machine. Er zijn er een paar van in Nederland. Dit is by far de beste kleurstelling. Overigens staat daar een Levante. Je ziet het. Dit is de man die zeg maar de nieuwe auto's heeft. Als anderen er nog op zitten te wachten. Oh. En hij rijdt hier vanzelf. Maar goed. Even kijken of er een handrem op zit. Dat is 780 pk, hè? Ja. Dus, wild, wat loopt dat? Top? Dek 200. Dek 200. Nee, maar dit is heel veel gekker wordt het natuurlijk niet. Ik bedoel, dat is aardig. Hè? 850 pk, Brabus, maar dit is natuurlijk briljant. Ja, super. Zo mooi gemaakt. Een hele pure auto, heel bruut. Nou, hoeveel zijn er in Nederland? Geen idee. Handje vol. Ja, denk ik, ja. En wat geven ze op? Uiteindelijk aan top 340, hè? Ja, dat loopt niet harder als een normale F12. Nee? Oké. Okay. Meer voor de downforce is hij daar best wat breder en wat bruter over de downforce, maar daar gaat niet aan. Hij zal wel iets harder gaan, denk ik, wat even meer pk's. Ja. De acceleratie is beter en het is een hele andere auto als een F12. Ja. Het is veel is agiler, hij is directer. Ja, we merken heel veel verschil, ja, goed verschil, ja? Ja. Maar ook een normale F12. Warm van, weet je dat?
zomer, het is zomer. Het is zomer. Ligt niet in de auto. Nee. Hey, met deze motor kun je ook alles mee, hè? Want ik geef nu gas, maar je kunt er ook normaal mee rijden. Super. In de zesde versnelling. Ook in de zesde of in de zeven. Ja. Hangt altijd gas. Maar deze is echt zo. Je kunt ook gewoon weer naar Zuid-Frankrijk op je gemak. Als je wil, top. Echt twee karakters. Ja. Alleen nodig van iets uit om gas te geven. Ja, wel hè. Maar iets. Van horen zeggen, hè. Van horen zeggen. Ja. Dat oppakken, hè? Terug. Ja, dat is niet normaal. Goed, zeg. Jezus, jongens. Kilometertje of 20 ermee gereden, maar wat een verschrikkelijke machine. Terug naar de realiteit in een Jaguar XE diesel. Maar tering, zeg, wat een ding zo'n TDF. Oh, en hij rijdt daar dus gewoon elke dag mee, hè? Het is gewoon zijn vertegenwoordigersauto als het ware. Dat ding zit vol met pennen, met papiertjes, met snoepjes, met... Het is... Ieder weldenkend mens die zo'n ding heeft, zet hem tussen al zijn andere Ferraris om er dan af en toe naar te kijken en om misschien een keertje te starten. Nee, Thijs die start hem elke dag en knalt er elke dag mee naar zijn werk of ergens mee. Nou goed. Jaguar XE. Stel hè, je moet iets hebben, een beetje midsize, diesel, je hebt ongeveer 40.000 euro of een klein beetje meer te besteden. Nou, dan kun je een A4 halen, een 3-serie BMW, dat wordt een 316D met amper meer dan 100 pk. Beetje magertjes gemotoriseerd. Of een Mercedes C, diesel. We zitten allemaal zo rond de 40 op de vlak onder. Jaguar heeft nu dus ook zo'n apparaat. En die kost dan iets meer dan 40. Ja, hey, pareren ze dan met Jaguar. Die van ons heeft 163 pk. Zit lekker in zijn spulletjes. Dat is waar. Dat is allemaal waar. Maar goed. Had hij nou niet een 130, 140 pk teruggetunede diesel onder moeten hangen, min wat spulletjes, zodat die prijs 38 was. Ik denk dat ze dan meer van die XC's wegzetten, maar goed, dat doen ze niet. Ze houden vast aan dat premium, aan dat luxe, aan veel vermogen. Betaal maar een beetje meer, heb je er geen zin in, ga lekker naar een ander. Zo denken ze daar. Maar dan kun je natuurlijk ook bij de wannabe premiums terecht, Cadillac, Lexus. Deze XE, ik moet zeggen dat dit een fijne auto is. Je zit er goed in, hij is mooi afgewerkt, hij is voldoende stil. Stationair, dan is dat promotioneel wat aanwezig en start-stop ook, maar dat hebben eigenlijk al die diesels. Ik vind hem achter het tikkeltje te slap, waardoor je op rechte lijn de hele tijd aan het corrigeren bent met de auto. Het is alsof die, of wat een slag is, rubbers hangt of ietsje plattere banden moet hebben. Nou vind ik dat hij dat sowieso moet hebben. Ik zal zo de buitenkant laten zien. Maar deze auto staat van die kleine wielen, zilveren lak. Hij verdient eigenlijk meer. Maar dan heb ik nog wel aardig, hè? Je kunt dus kiezen voor een Audi, een BMW of een Mercedes. Dat doe je heel veilig. Binnenkort halen we een andere duurtester op. Dit is ook een duurtester bij Autovisie. Rijden we dan een half jaar in. Die andere, dat wordt een Alfa Romeo Giulia met 180 pk. Heeft deze ook, met 8-wielendrijving. Heeft deze ook. Kost ongeveer 40.000 euro. Min of meer, net als deze. En het is ook zo'n wannabe premium. Welke moet het dan geworden? We gaan ze dan terzijde tijd allemaal bij elkaar halen. Ik ben erg benieuwd. Ik heb met de Alfa gereden. Dat is een goed ding. Ja goed, de anderen zijn ook goed. He? Over goede dingen gesproken. Onlangs de Audi RS6. Jullie hebben hem natuurlijk gezien. 600 pk. Ding was snel en klonk goed. En, ja, en een dagje daarna droomde ik er nog over. Maar dan hebben ze bij Audi bedacht. Als je nou denkt, wat is er voor gepiep? Het is echt bloedirritant. Dat hebben zoveel auto's. Dan waarschuwt hij dat je je voorgangers bijna gaan stoppen. He, alsof je je ogen dicht hebt. Goed, die RS6, daar hebben ze een Akrapovic uitlaat ondergeknoopt. Omdat die wel aardig klonk. Maar ook omdat het altijd beter kan klinken. Een titanium pijp, dubbele aan weerszijden met een dubbel eindstuk. En dat ding kost 10.000 euro. Zorgt ervoor dat het vermogen van zo'n RS6 nog een pk'tje of 10 omhoog gaat. Het koppel gaat omhoog. Het gewicht gaat serieus naar beneden. Hè? Titanium is gillend duur, maar ook vrij licht. Gaan we er even mee rijden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben eigenlijk zelf ook wel benieuwd hoe dat klinkt. Het schijnt echt, echt heel wild te zijn. Met een hoop backfire, een hoop lawaai, een hoop gedoe als je van je gas gaat. Dus dat gaan we even proberen. En daarna rijden met een Volvo V90. Ik moest even nadenken. V40 wil ik zeggen. V90. Zo'n hele grote. Dat is eigenlijk weer de Volvo zoals het ooit was. Als het gaat om de stations. Nou, daar hebben we dus de laatste echte Volvo station bij gehaald. Een 240 Polar, zo'n ding dat nooit stuk gaat. Ja, als wij ooit een keer over een paar honderd jaar worden overgenomen door Marsmannetjes en iedereen is er niet meer, dan het enige wat je dan nog vindt is af en toe een Volvo 240 Polar. Die dingen, dat is, het maakt niet uit wat je ermee doet, die rijden
altijd. Nou, die Volvo, die het dus altijd doet, samen met zo'n moderne V90, wat ik trouwens een fraaie auto vind. Dat zegt misschien meer iets over mij trouwens. 21% bijtelling, ja, en dan krijg je dat daar. Van die ballonbanden met 17-inch wielen, dat ziet er natuurlijk niet echt uit. En dan kun je ook een beetje vals spelen door hem zo te bestellen en vervolgens bij de dealer fatsoenlijke wielen onder te laten zetten. Dat doet natuurlijk iedereen, hè? Er zit die nieuwe dieselmotor in, Ingenium diesel, 2 liter. En dat is een motor die best wel veel kracht heeft en dat ook keurig naar buiten gooit. Alleen, ja, je hoort het, hij loopt net even een beetje rauw rond. En op zich is het ook wel logisch hoor, want al die autofabrikanten zijn een wedstrijd aan het houden. Een wedstrijd die gaat tussen efficiëntie en draaisouplesse. Hoe efficiënter zo'n motor loopt, hoe beroerder die ronddraait. Nou ja, een hele beroerd ronddraaiende motor, er zit niemand op te wachten en dus zoeken ze daar het midden in. Ja, en dan is uiteindelijk natuurlijk efficiëntie degene die wint. Gezellig, rustgevende polder. Mooie weidevogels ook, leuke koeien, wat kikkertjes. Maar kijk even hier. Tada! Een Akrapovic-pijp. Hoe klinkt dat? Dus kost 10.000, maar dan heb je ook wat. Van voor tot achter een andere pijp. Een weerszijde, uiteraard. Normaal heeft het uitlaatsysteem van een RS6 zo'n klep. Hè? In beide einddempers zit dan een klep met een membraan. Wordt digitaal aangestuurd. Kan in het menu. En diezelfde klep zit ook in de einddemper van de Akrapovic uitlaat in beide. Dus het is precies hetzelfde. Dus op het moment dat je de boel hier instelt. Kijk, motorsound. Als je denkt, maar een beetje te gek. Ik moet nog thuis komen zonder dat de rest van de familie me hoort. Dan zet je hem op soft, op comfort. Nou, als je denkt, hè, doe ik er enthousiast, dan begint hij ook meteen. Zo wild hoor. Hij heeft zo'n hele, ja, een soort van woeste afdronk. Op het moment dat je van je gas gaat, dan blablabla doet hij. Ja, leuk. Ja, leuk. Onderweg naar Gemert. Gemert ligt niet in België, maar in een soort België. En dat noemen ze ook wel Brabant. Sorry jongens, Brabant. Leuk hè, allemaal gezellig. Dus, daar in Gemert, daar zit een man en een bedrijf en die doet in Volvo's. En nou schijnt het dat hij, als je ergens een Volvo moet halen, moet je hem daar halen. Hè. Dat is mooi en kwalitatief goed en niet goedkoop, maar hele bijzondere classics. Hij heeft ook het een en ander staan aan bijzonder spul. Onder andere schijnt de Jan Lammers Volvo Racer, die mee in Ierland stuurde. Daar gaan we de Volvo 240 ophalen. En die 240 is dan eigenlijk de allerlaatste echte grote Volvo geweest. Een auto zonder design, die auto is niet getekend. Die auto zijn ze gewoon gaan bouwen. Rolplaatstaal, hey, komt een vierkante Volvo uit. Nou, uiteindelijk werd het een groot succes. Die auto is 100 jaar in productie geweest. Je ziet ze nu nog steeds. De allerlaatste echte grote Volvo, zo wordt het al genoemd. En dan is dit weer opnieuw zo'n echte Volvo. Dus ik wil kijken wat er nou van deze V90 komt uit die 240. Of dat de DNA van Volvo, de ziel van Volvo, nog steeds in deze auto zit. Dus in vergelijking met die oude Polar, dan is het eigenlijk wel een leuke week zo. Hè? Beginnend met die TDF. Ik ben er gisteren nog weer een keer s'nachts van wakker geworden. Barend in het zweet. Man, wat een ding zeg. Vervolgens terug op aarde. Afrit nemen op de N277. Rechtdoor omgaan. Linksaf. Vervolgens terug op aarde met die Jaguar. Duurtest auto van Autovisie. Het is een goed ding. In de basis zelfs. Heel goed. Een paar kleine dingetjes die dan zo eventjes een beetje wankelen. Maar goed, hè. Komt niet uit. Dus,
kun je noemen onder karakter. En vervolgens die RS6. Stel, je wil zo'n ding hebben, zo'n RS6. Ja, dan denk ik, dan ben je een techniekliefhebber. Dan wil je het allerbeste, het allersnelste, het allerdikste. Dus moet daar ook een fatsoenlijk geluid uitkomen. En bovendien kun je hem de mond snoeren, door op het knopje te drukken. Dan houdt hij enigszins zijn bakkers. Ik zou het doen. Kost niet weinig, maar dat kost een RS6 sowieso niet. En er zit een mooi verhaal achter. Die Akrapovic, Igor Akrapovic, dat is een man uit Slovenië. Begon ergens begin jaren 90 met het bouwen van uitlaatjes. Wat gebeurde er? 35 jaar later, 450 man in dienst, 80 miljoen euro omzet. Dat is dus als je gepassioneerd onderneemt, hè? Dan krijg je dat soort dingen. Maar ja, nu de rotonde gelaten. Nu de Volvo's. Ik dit zeg. De luchtsfeer zit eronder, mooi afgewerkt. Wel ook weer, wat ik ook zei bij die Jaguar, ook die diesel. Dat is een sterke diesel, met veel koppel onderuit. En het is ook wel heel mooi geïsoleerd, maar je hoort toch telkens dat voorzichtige rauwe. Dat is er dus klaarblijkelijk gewoon niet uit te halen, hè, door die engineers bij die autofabrikanten. En zeker als je hem start stopt voor een verkeerslicht, dan moet dit net even met een sinderingetje te veel aan. Kun je hem denk ik niet kwalijk nemen, want ze hebben het allemaal. Al die viercilinder diesels, die doen dat op die manier. Auto's met een verhaal. De V90, mooi, beetje Italiaanse allure. Hey. En dan die, vierkant. Inmiddels een jaar of 40 oud. Ik riep dat het een 240 Polar is. Het is een normale 240. En hoe bijzonder is het? Ze hebben allebei dat Zweedse. Het is allebei Volvo. Het is een vleugje pragmatisch. Maar die auto is een designhoogtepunt van 2016. En die auto, ja, die heeft geen design. En dat maakt hem dan juist weer houdbaar. En zo geliefd bij heel veel mensen. Vaak hebben die dingen een miljoen kilometer gereden. Of nog meer. Deze heeft slechts 70.000. Dus een heel bijzonder exemplaar. Op zijn Zweedse. Ik zal niet zeggen dat het sober is. Het dashboard, het interieur van die Volvo 240. Dat is sober. Maar dit is wel echt op zijn Zweeds. Heel rustig. Het springt er niet uit. De materialen zijn mooi gekozen. Van dat mooie relief erin. Keurig afgewerkt. Grote knoppen. Je stapt erin en eigenlijk is alles meteen helemaal duidelijk. En dan is iedereen helemaal lyrisch over dat multimedia systeem. En daarvan zeg ik, ja, is dat zo fijn? Is dat zo fijn? Heel veel kleine knopjes. Het doet een beetje iPad-achtig aan, maar nou ja, na een tijdje zal het wennen. Ik vind wel wat voor jou, Patrick. Dit? Ja, dit. Qua station, De ruimte. Het kan niet stuk ook, hè? Nee, schop hem maar eens tegenaan. Is dat zo? Nou, zo wat niet. Dit is een soort Toyota, maar dan uit Zweden. Dat hoor je, hè? Ja. Ah, ja, dat is wel goed. Ja. Mooi, hè? Goed, ja. Ze zijn er met meer dan een miljoen kilometer. Of vind je hem niet zo mooi? Vind je hem niet zo mooi? Ziet ze ook niet, hè? Ja, is wel fraai. Wel? Ja, basic design. Drie lijntjes. Meer heb je nog niet nodig. Toen hadden ze nog geen designafdeling, denk ik. Nee. Of ze hadden vakantie. Ja, nou ja. Maar dat is juist het design van deze auto, dat hij geen design heeft. En daardoor is hij zo houdbaar. Als je ziet, als Bert Tomene zo'n designhuisje mee aan de slag gaat, hebben ze alleen het dak iets verlaagd, net iets gechopt. Ja, en dan is hij wel oké. Maar weet je wat ze heel slim deden daar bij Volvo? Dit zijn dus gewoon de achterdeuren die in de sedan zitten. Dat zie je daar ook aan dat randje. Oké. Dus dat kon heel goedkoop geproduceerd worden. Juist. Dat is echt een trucje van Volvo. Wel een station maken. Maar dan zo min mogelijk wijzigingen aanbrengen aan de auto. Dit is zo'n auto die je met één schroevendraaier volgens mij helemaal uit elkaar kan halen. Hè? Ja, helemaal strippen. Alles kan los zetten met de schroevendraaier. Is dat nou een verwijzing naar IKEA? Hey. Even kijken, dank je Sietse. Alsjeblieft. Anders dan overhellen en dan in de lengte richting. Hè? Heel zacht, heel comfortabel. Een drie traps automaat. Die nu in de tweede versnelling staat trouwens. Dat is de drie. Het is bloedheet, zit geen airco in. Wel ABS en een airbag.
Maar jongens, 116 pk voorin. Er is een ruimte, daar kun je met gemak een 10 cilinder in kwijt. En dan waarschijnlijk ook nog eentje ernaast. En er zit een heel klein 4 cilindertje, 2,3, 116 pk. Luchtweerstand van een kerk. Ja, maar niet bedoeld om hard te gaan. Dat kon wel, dan moet je turbo nemen. Bedoeld om nooit meer stuk te gaan. En met nooit meer, dan dus ook echt nooit meer. Er zijn gevallen bekend van mensen die ver voorbij de miljoen kilometer met een benzine over 240 hebben gereden. Sterker, dat doen ze nog steeds. Want ze gaan niet stuk. Dus ze rijden ook nog steeds. Ja, en voor wie is nou zo'n 240 dan inmiddels bedoeld? Hè? Ik zie dan zo'n groot gezin, een beetje misschien hip, hè? Jong, thuis een paar bakfietsen waar de kinderen in de school gaan. En die rijden dan in een 240, want no nonsense, hè? Pretentieloos. Ja. Toch word ik er ook weer niet heel hebberig van. Ik heb dat wel met youngtimers, en dan rij je zo'n ding. En ik dacht, ah, maar ik wel gaaf om die thuis te hebben. Niet helemaal met deze. Het zou misschien wel kunnen als het een turbo was. Welke ook wel bijzonder is, is de GT. Dat is, was moet ik zeggen, het antwoord op de Saab Turbo die destijds op de markt kwam in Zweden. En Volvo was nog niet zo ver met die turbotechnieken. Toen kwamen ze met de GT. Dat was dus een turboloze motor. Enigszins enthousiast ding wel. Ja. Het is ook gewoon duur, hè? Deze auto's kosten bijvoorbeeld in Amerika inmiddels meer dan een gebruikte Volvo XC90. Japan zijn ze vreselijk populair. Japan heeft iets met Volvo, op een of andere manier is dat zo gegroeid. Als je in Japan een goede 240 zoekt, ben je zomaar voorbij de 10.000 euro kwijt. Deze staat bij Smit in Gemert, 74.000 kilometer gereden. Is natuurlijk niks, auto is nieuw, zit alleen geen airco op. Maar kost dan dus ook 18.000 euro. Hey, dat was hem. Volgende week de Porsche Panamera. En ook iets met een International. En dan niet een International Tractor, maar een International Harvester Scout. Of Scout Harvester, ik weet eigenlijk niet precies. Maar in ieder geval met zijn dikke V8. Convertible, SUV, pick-up. Hij is eigenlijk allemaal in één, hè? Amerikaanse auto. En die gaan we tegen een andere convertible SUV aanhouden. Nou, dan weten jullie wel welke ik bedoel. En ik ga het gewoon even niet zeggen. Je ziet het allemaal volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik hoop dat jullie hem willen delen. 9:30 YouTube. Volgende week ben ik er weer. Bye bye. Bedankt voor het kijken. Klik hier om social media te volgen. Hier zie je de vorige video's. En daar kun je abonneren. Bye bye.